Ja, dames en heren, lieve luisteraars, kinderen. We zitten hier op het Meemaakpodium bij de Sta Sterk podcast. En de Sta Sterk podcast is een uiting van de Sta Sterk training. En ik zit hier aan tafel met twee supersterke kids. En we gaan even gezellig praten over wat belangrijke onderwerpen waar wij allemaal waarschijnlijk heel veel ook weer van kunnen leren. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik een vraag. En ik begin bij jou. Heb jij een favoriete superheld? Ja. Vertel. Spider-Man. En waarom is dat jouw favoriete superheld? Omdat het gewoon een beetje eng is. Gewoon okay. Leuk, de films. Ja, precies. Heb jij toevallig een favoriete superheld of een favoriete hockeyer? Nou, ik kijk zelf geen hockey. Nee. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Maar ik heb geen favoriete superheld. Oké. Okay. Hey, jij bent op jonge leeftijd begonnen met hockey. Weet je nog hoe het was toen jij de eerste keer meedeed met het hockeyen? Ja, het ging heel erg verkeerd. Ja? Ik liep gewoon over het veld heen en we werden dus in groepjes verdeeld. En ik ben meestal, als ik ergens nieuw ben, ook heel erg verlegen. Maar hier leren we ook dat we dat niet hoeven te zijn. Liep ik dus en toen ging ik hockeyen. Het ging eigenlijk best goed toen. Dus ja, het ging half goed. En als jij, want nu ben je een aantal jaar verder. Hè, je hebt heel veel geleerd ook. Als jij nu weer zou kunnen praten met dat meisje wat voor de eerste keer daar binnen stapte en heel verlegen was, wat zou je dan tegen haar zeggen? Dat ze niet verlegen hoeft te zijn. En dat ze gewoon vrienden mag maken. Oké. Okay. En wat zou haar ervan kunnen weerhouden om vrienden te maken, denk je? Dat ze dan misschien minder verlegen werd. En misschien ging het ook je dan wel wat beter. Ja, precies, ja. Oké. Okay. Hey, jij vertelde mij net dat jouw favoriete superheld Spider-Man is. Ja. Als jij naar jezelf kijkt, hè, ongeveer 3 jaar geleden, en je was Spider-Man tegengekomen, wat denk je dat hij tegen jou had kunnen zeggen als advies? Weet ik niet. Nee? Van, hey, je moet even wat meer films van mij gaan kijken, kerel. Ja, dat heb ik zeker gedaan. Weet je wat ik het mooie vind van Spider-Man? Want Spider-Man is ook mijn favoriete superheld. Hij heeft natuurlijk 1 hele belangrijke zin. En dat is, met veel kracht komt veel verantwoordelijkheid. En wat ik zo mooi vind aan jullie is, jullie hebben meegedaan met de Sta Sterk training. Jullie hebben eigenlijk kracht opgebouwd. En nu pakken jullie ook een soort verantwoordelijkheid om anderen, via ook deze podcast, daar wat advies in te geven. Zouden jullie misschien een paar dingen aan mij kunnen vertellen wat jullie geleerd hebben in de Sta Sterk training? Begin jij maar. Ja. Oh. Gewoon rustig blijven als je gepest wordt en gewoon er niks van aantrekken als het heel erg is en gewoon naar je toe lopen. Ja. Of naar iemand die je goed kent. Ja, precies. En jij? Dat je best, je moet voor jezelf opkomen en je kan bijvoorbeeld zeggen van, ik vind dat niet zo aardig van je. En je kan hulp vragen bij mensen die je kent. En als het dan elke keer door blijft gaan, dan moet je er wat aan doen. En als de juf dan je niet wil helpen, dan kan je dat aan je ouders vertellen. Die kunnen je daarmee ook helpen. Maar je kan ook sterk weglopen en dan met andere vriendinnen spelen die je niet pest. Kijk, ik vind dat echt hele mooie punten. En iemand heeft mij een keer verteld, want ik ben toen ik klein was, ben ik ook gepest. En iemand die vertelde mij toen een keer van, moet je eens luisteren. Als iemand jou een cadeautje zou geven en je neemt het cadeautje niet aan, van wie is het cadeautje dan? Van de pester. Van degene die het aan je wilt geven. En als iemand iets negatiefs naar jou toe wilt brengen en je accepteert het niet, je neemt het niet aan, dan is het niet meer bij jou, dan blijft het gewoon bij degene die jou dat naar jou toe wou drukken. Dus ik vind het heel goed hoe jullie geleerd hebben om sterk weg te lopen in die zin.
En dat heeft ook allemaal te maken met voor jezelf opkomen, hè? En dat is heel belangrijk ook in deze tijd. Ik kan me voorstellen als jij aan het rugbyen bent, dat je af en toe wel goed voor jezelf moet opkomen. Ja. Ja? Ja. En heb je een voorbeeldje van hoe dat soms gaat? Ja, soms valt iemand over elkaar heen en zorg je alsnog om de bal te pakken, maar soms doet dat ook super zeer en dan komt diegene naar je toe en help je dan en zegt sorry. Ja, precies. Nou, dat is heel mooi. En bij het hockey moet je af en toe ook voor jezelf opkomen. Ik zie die meiden soms... zie ik soms flink gillen, vind je niet? Ja, dan zeggen ze bijvoorbeeld, geef die bal aan mij of zo. En dan terwijl je een steam zet en soms worden ze boos als je per ongeluk iets verkeerd doet. En daar kan je dan gewoon zeggen dat je je best hebt gedaan. Ja, precies. Merk je dat je door de training daarin ook beter voor jezelf op kan komen en kan zeggen van nee? Ja, dat merk ik. Kijk. En merken je ouders thuis dat ook? Dat je af en toe ook zegt nee? Nou, dat was al zo. Ja, oh, dat was al wel zo, ja. En bij jou ook? Was dat ook al zo? Ja. Ze zeggen, ga eens van die PlayStation af? Ja. Nee. Hey, en waar denken jullie dat het verschil in zit? Dat je dat thuis wel makkelijk kan zeggen, maar dat het soms moeilijk wordt als je buitenshuis gaat? Nou, omdat je ouders al je hele leven kent. Ja. En ja, ouders zijn familie en daar ben je misschien wat minder bang voor. Maar op school dan kunnen ze ook wel erge dingen doen, omdat je weet dat je ouders je nooit iets aan zouden doen. Maar op school weet je dat nooit zeker. Ja, dus dat is inderdaad zo, ja. En hoe ga je daar nu mee om? Goed. Ja, en heb je voor jezelf een beetje bedacht hoe je daarmee om wilt gaan? Wat je doet als je denkt, of als je niet zeker bent van hoe kinderen gaan reageren of andere mensen? Ja, eigenlijk wel. Want je weet, zeg maar, hoe mensen je ook over je denken. Jij voelt je goed bij wat je doet. En daarover andere mensen zich niet mee te bemoeien. Ja, dat is heel goed inderdaad, ja. Ja, zeker weten. En heb jij dat ook? Ja. Oké. En wat zeg jij tegen jezelf dan? Gaat het goed? Oef. Ja. Iets goeds, helpende gedachten. Ja, precies, helpende gedachten. Hè? Hey, hebben jullie al een beetje een idee wat je later wilt gaan doen? Of is die vraag veel te vroeg? Oh, kijk, ik zie jou al knikken. Jij weet het al een beetje. Ja. Vertel. Chirurg of garagechauffeur of programmeerder? Kijk eens aan. En heb je een idee dat dit jou helpt om ook dat doel te bereiken? Ja. En kan je ook vertellen hoe? Gewoon door mijn droom uit te laten komen, veel je best doen en ja. Ja, en dan ontvouwt het pad zich vanzelf inderdaad. Ja. Goed zo. En jij, weet jij al een beetje wat je wil gaan doen? Ja. Ik wil veearts worden. Veearts? Oh, dat is bijzonder. En waarom veearts? Omdat ik het leuk vind om dieren te helpen met alles en ik vind sowieso dieren altijd al heel leuk en lijkt me gewoon heel leuk om te doen. Dat is leuk, ja. Hey, als jullie de Sta Sterk training samen kunnen vatten in één woord, weten jullie wat dat woord zou zijn? Ja. Ah, kijk. Opkomen voor jezelf. Opkomen voor jezelf. En jij? Ja, ook dat. Ja, dat is eigenlijk waar het echt om gaat, hè? Opkomen voor jezelf en niet dat cadeautje aannemen als mensen je dat aanbieden. Tenzij het een heel leuk cadeautje is. Ja. Toch? Super. Nou, ik wil je heel erg bedanken dat jullie even kort met mij dit gesprek hebben gedaan. En wellicht tot de volgende keer. Ja. Doei doei. Dag. Doei.